Neurochirurg Mathieu Lenders in zijn praktijk in het MST. Rond de eeuwwisseling werkte de neurochirurg intensief samen met de omstreden oud-neuroloog Janssen Stuur. Hij voerde hersenoperaties uit, waarvan vorig jaar uit onderzoek bleek dat er twijfels zijn of de operaties wel hadden mogen worden uitgevoerd. Letselschadespecialist Drost uit Hengelo, die patiënten bijstaat die de hersenoperaties hebben ondergaan, deed toen direct aangifte tegen Lenders. Maar ook tegen een tweede neurochirurg. Het heeft bijzonder lang geduurd dat deze zaak uitgezocht is door het ziekenhuis. Dat betekent dat het foutief opereren van deze neurochirurg waarschijnlijk nog strafrechtelijk, nog tuchtrechtelijk getoetst kan worden. En dat artsen er kennelijk mee weg kunnen komen als de zaak maar lang genoeg stil wordt gehouden. Het ziekenhuis MST wil geen toelichting geven op het besluit om Lenders weer aan het werk te laten gaan. Ik ga kijken of er toch niet 2 of 3 zaken zijn die tuchtrechtelijk nog niet verjaard zijn. Dan zal ik met mijn cliënten overleggen in hoeverre zij er de behoefte aan hebben om tuchtrechtelijk nog een aanklacht tegen deze dokteren in te dienen. Bij het Openbaar Ministerie loopt nog een onderzoek of Lenders moet worden vervolgd.